Als het om samenwerken gaat, is ons kleine land groot. Dat hebben we dit jaar gezien. Leraren die alles lieten vallen om onderling te regelen dat er onderwijs was voor ieder kind. Verpleegkundigen die schouder aan schouder die IC's draaiende hielden. En afvalophalers die de straat na straat afgingen terwijl wij thuis zaten. En wat de samenleving kan, samenwerken, dat hebben we de afgelopen jaren ook gezien hier in Politiek Den Haag. De opgave van dit kabinet zat in het nakomen van de belofte dat het politieke midden concrete verandering brengt. Dat is geen resultaat van winst of verlies. Hoe aardig ik het ook vind als Geert Wilders concludeert dat de premier een D66er is geworden of dat de troonrede is geschreven door Sigrid Kaag. De resultaten van dit kabinet zijn de resultaten van een oprechte samenwerking en de bereidheid naar elkaar te luisteren. In overleg met milieuorganisaties en redelijke boeren werd besloten te investeren in natuur en boeren te helpen de omslag te maken naar duurzame landbouw. In overleg met provincies, gemeenten en woningcorporaties over de ramp op de woningmarkt stapelt dit kabinet nu bouwrecord op bouwrecord. Dit kabinet heeft wezenlijke problemen opgelost waar voorgaande kabinetten de tanden op stuk beten. En daarbij was samenwerking met oppositie en het maatschappelijk middenveld de sleutel tot succes. Ik denk aan het Klimaatakkoord dat met instemming van meer dan 300 maatschappelijke organisaties werd gesloten en schone lucht, schoon water en economische kansen voor de komende 30 jaar brengt. Het Pensioenakkoord met instemming van werkgevers en bonden dat zekerheid brengt voor jong en oud. En de nieuwe Inburgeringswet met instemming van alle 150 leden van deze Tweede Kamer, die de belofte van een samenleving waarin iedereen echt mee kan doen, dichterbij brengt. En toen het echt moeilijk werd de afgelopen maanden, zagen we iets bijzonders. Oppositiepartijen die de rijen sluiten en samen met het kabinet banen redden en knokken voor onze gezondheid. Die geen spelletjes spelen met herstelpakketten. In de hectiek van deze tijd zou je bijna vergeten hoe bijzonder dat is. Maar laat ik het nog één keer zeggen, voorzitter, die samenwerking verdient een compliment.